San en ik? Mm-hmm. Ja. Juist, ja. Welkom in Dronaars Punk Play de Muziek. Ah, dankjewel. Jullie zijn toch punk? Ja, ja, het schijnt. Zo noemen ze ons wel. Ah. Ja. Ja, welkom in Dronaars Punk Play de Muziek. Oké, okay. Goed. Ja, maar ik ben even in de war, hè, want jullie, in mijn tijd waren we anti-autoritair en anti-het kabinet, weet je, en tegen de bom en zo, weet je. Maar jullie hebben tekst over tegen zinloos geweld? Nee, natuurlijk niet. Want jullie hebben zo'n protestsong over zomaar mensen in elkaar slaan en zo. Ja, dat is waar. Dat doen we graag. Ja. Ah. Nou, in dat geval, het podium is rechts van de gang. Podium? Dat is toch niet punk? Nou joh, ga maar even kijken hoe punk dat podium wel niet is. Kijk. Ik ben een beetje in de war. Anti-autoritair, weet je? Ja! Maar mensen, jongens, ik ja. Nieuw punk, blijkbaar. Met, gewoon een kloffie en... Zo. Dus op mijn play. Dus vandaag in mijn play. Sam en ik, kom op jongens! Ha! Je inviteert dus voor een leuke avond, maar wij plakken je meubilair met kauwgom. Dus hou ons bij. Als mede van Kouta, Sam en ik in de house. 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 Als Sam en ik ergens spelen, dan klinkt eruit duizend kringen. Neukons. Maar dat doen we dan niet. Neukons. Maar dat doen we dan niet. Sam en ik in de house. Sam en ik in de house. Zomaar zonder reden mensen in elkaar slaan. Ik loop op straat met een zeer grote groep. Ik vraag of jij soms ruzie met ons zoekt. Je antwoord nee, ik versta ja. Dus met z'n twaalfen slaan we je volledig in elkaar. Zonder reden mensen in elkaar slaan. Zomaar zonder reden mensen in elkaar slaan. Strak. En dan nu, daar lust papa wel pap van. Daar gaat hij dan. Zoon vindt het niet leuk als ik hem neuk, maar toch wordt hij jaloers als ik het doe met zijn baas. Want daar lust papa wel pap van. Daar lust papa wel pap van. Daar lust papa